Goedemiddag! Zijn we weer? Daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag. En ik wilde eigenlijk naar het museum, omdat ik dacht dat het zou gaan regenen. Maar het weer is zo mooi vandaag. We moeten gewoon buiten zijn. Het is strak blauw. Strak blauw. En geen wolkje aan de lucht. Geen wolkje. Ja, daar. Heel erg in de bedden. Maar die doet er niet toe. Nee. Wij zijn onderweg naar Chelsea Market, want we hebben nog niet gegeten, dus we gaan er even wat lekkers halen. En Corine, die gaat bijna weg. Nou ja, nog 2 weken. Moet nu gaan beginnen met cadeautjes verzamelen voor thuis, want ja, dat is een soort van must. Ja. Lekker, dit ligt zo op je bakkes. Zo, dit is aardig scherp, zeker na een avondje stappen. Ik vind dat je echt weer, ik was alweer verbaasd toen beneden kwam, ik dacht, nou dat kind ziet er weer op en top gesteld uit. Daar heb ik maar 5 uur over gedaan. Oh, die handschoenen. Dat is leuk, hè? Enig. Ja, die heb ik ergens in Utrecht gekocht bij een of andere vintage winkeltje. In Utrecht. Dus Utrecht. 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 Ah. Hey, en een lekker mutsje. Mutsje erbij. Leuk mutsje, hoor. Lekker. Ja, helemaal weer. Je bent weer helemaal on fleek, Miss Claire. Oké. Ja, jongens, weet je, Corine is misschien fan van Dunkin' Donuts. Nee, dank je. Ik vind het toch zo'n vieze tent. Ik vind het gewoon echt een vieze tent. Ik weet niet, het is niet mijn plek. Wel lekkere Christmas decorations, al zeg ik het zelf. Ik heb dus altijd een soort van issue met deze bril. Want als ik dus niet oplet, dan zit die, voordat ik het weet, zit die zo. Dat is heel irritant. Die staat heel snel scheef of zo. Dus zo, hè? First world problems. Even wat nuttige informatie. Je kunt hier geld pinnen bij ATM's. ATM's. Dat is gewoon een pinautomaat. Als jij hier als Nederlander met je Nederlandse bankpas geld wil halen, dan betaal je vaak $3 à $4 extra. Als je hier wil pinnen, dan kun je beter in één keer grote bedragen pinnen. Omdat je elke keer dat je pint, of je nou $20 pint of $200, iedere keer betaal je $3 of $4 à $5 extra als je dat dus wilt pinnen. Ik vind het, dat Beatrix knotje vind ik ook zo lekker. Nee, ik vind hem oprecht heel mooi zitten eigenlijk. Ja, het is gewoon vies haar. Het heeft heel veel droog shampoo, het zit vanzelf goed. Ik vind het heel mooi. Misschien moeten we even een tutorial over opnemen. Gatver. Corine die gaat dus over 2 weken ongeveer weg. En ik kreeg zelf ook vaak de vraag tot wanneer ik hier nou precies ben. Ik ga zelf 10 januari weer naar huis. Dus dat begint ook al een beetje snel. Het begint al op te schieten. De tijd begint een beetje te dringen. Daar word ik een beetje onrustig van. Even zeg. Oh, kijk eens hoe leuk dat ze het hier ook weer hebben aangekleed. Ik word er toch zo blij van. Overal die kerstversiering. Ik heb jullie al vaker meegenomen naar Chelsea Market. Als je mijn vlogs langer volgt, dan heb je het vast wel vaker gezien. Dit blijft toch wel echt een lievelingsspot om te lunchen of om 's avonds even iets af te halen. En automatisch als je hier binnen loopt, krijg je meteen honger. Ze hebben ook alles. Ze hebben ook alles. Noem het en ze hebben het. Noem het en ze hebben het. Kijk nou hoe leuk dat dit is. Ja. We zijn bij de Green Roll. En hier hebben ze vegan sushi. Oh ja. Make my day. Make my day, people. Mm. Eindelijk weer gewoon kaas. Kaas. En lekker vlees. Sorry. Mm. Nee, heerlijk. Hoor. Mag jij lekker vinden. Cor heeft een ding met prosciutto en mozzarella en zo. Ja. Een broodje. Ja. En ik heb een spring roll met truffel en met paddenstoelen. En oh, yes. Houden ons zoals altijd weer eens niet aan het plan. We moeten eigenlijk voor cadeaus voor anderen kijken, maar we zijn eigenlijk alleen nog maar voor onszelf aan het kijken op dit moment. Zoals het eigenlijk altijd gaat. Ja, het wordt altijd weer anders. Het gewoon op de Bonnefoy, toch? Op de Bonnefoy. Corine moet echt een eigen woordenboek uitbrengen. We zijn aangekomen bij Soho. En dan gaan we even Soho lekker winkelen. Soho. Soho. Ik heb vandaag mijn Dr. Martens aan. Dat zijn mijn lievelingsschoenen. En we zijn hier bij de Dr. Martens winkel. En ik ga even rode veters halen.
Kijk, hier heb je dus een hele veterbak. Ik vind dit ook heel leuk, dat lint. Ik heb nu dus deze. Dat ga ik erin doen straks. We hebben wellicht nog niks gekocht, maar we zijn er wel helemaal moe van. En wat doe je dan? Dan ga je maar weer eten. En ja, het is eigenlijk inmiddels avondetentijd. Maar er staat nog iets op ons lijstje waar wij heel graag naartoe willen. En dat is Black Tap. Ik zie hem. Oh, ik moet... Oh, we zijn er. Black Tap, jawel. Als ik zin is, kan ik echt moe met hem worden. Ah! Ik ben niet een of ander visje waarin je in een blikje kan stoppen of zo. We liepen gewoon naar binnen. We dachten dat we gewoon konden gaan zitten. Stond er blijkbaar een rij. Worden we helemaal naar buiten geleid? Zegt hij, ja, de rij staat op de hoek van de straat. Nou, het rijtje is niet zo heel groot. En ik moet dit hebben. Ja, tuurlijk. We moeten dit doen. We moeten dit hebben, want het zag er echt heel te goed uit. Ja. Te skippen, maar toch. We zitten hier nu te wachten, maar kijk even naar dit gebouw. En stel je voor dat dit je slaapkamer is. Dat is toch gestoord? Nou, we zitten hoor met z'n eetfestijn maar beginnen. Eigenlijk. Lekker bretten. Lekker bretten. Oh, een vegan burger. Met sweet potato fries en truffel en oh. Oh ja. Kijk even naar deze unit. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Ik ben blij dat we hem delen. Een vanille cookie. Milkshake slaat helemaal. Dit slaat echt op kaas, hoor. Dit slaat echt op kaas. Hey, normaal zetten ze altijd in elke zaak overal de calorieën bij. Hier niet. Hier niet. We hadden ook deze kunnen nemen. Dit is toch gewoon drie keer gestoord, dit. Mijn god, dat was niet normaal. Hashtag foodcoma, alweer. Oh, ik moet er gewoon helemaal voorbij komen eigenlijk. Die milkshake is bizar. Die is gestoord. Ja, het is niet normaal. Ik heb er geen woorden voor. Het is gestoord. En die milkshake is echt heel lekker. Ja. De burgers raden we niet zo heel erg aan. Waarom zeg okay, maar omdat niet... Ik in cijfers uitgedrukt vond ik dat een 6.4. Ja, ik ook. Ja, precies. Misschien een 6.5. Ik ben even in de Urban Outfitters. Corinne is alvast naar Century 21 gelopen. Maar ik zoek dus eigenlijk een nieuwe hoodie, want ik ben gewoon... Hoodies zijn gewoon mijn holy grail. En ik zocht eigenlijk naar een roze. Maar die kan ik niet vinden. En ik vind deze eigenlijk ook wel vet. Lekker champion. Lekker old school, guys. Als je nou de complete old school look wil, dan doe je deze broek erbij. Dat is toch lekker dit. Verder staat hier de muziek echt niet hard of zo. Dat scheelt. Zo. Ik heb meteen niet meer koud. Als ik het nu nog koud heb, dan klopt er iets met mij niet, denk ik. We zijn weer lekker in onze straat en het is inmiddels 9:30 en we zijn eigenlijk helemaal kapot, dus we gaan ook niet meer stappen. En Cor die heeft net een flesje Coca-Cola gekocht. Kijk, dat is echt zo'n echt New York Coca-Cola flesje. Hier doen ze dat nog, van die leuke flesjes. Hier hebben ze ook heel veel glazen flesjes en zo, wat je in Nederland eigenlijk nooit meer ziet. Het zijn alleen maar plastic flesjes of blikjes. Zo, lekker Christmassy. Ik ben weer terug in mijn kamer. Super gezellige dag. Ik ga nu nog eventjes een yoghurtje eten en lekker verwijfd Gilmore Girls kijken. Want daar ben ik onlangs aan begonnen en dat bevalt me wel tot nu toe. Echt super gezellige dag. Even leuk weg met Corine. Ik heb eigenlijk heel erg veel te doen voor school, maar... Ik heb besloten dat ik mijn scriptie ga schrijven op het moment dat ik thuis kom. Dus dat ik daar voor nu hier even geen tijd in ga steken. Dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar... Ja, ik heb toch besloten dat ik nu ik hier ben echt wil genieten van hier. En als ik straks thuis ben, dan ga ik me echt focussen op mijn scriptie. Dat zorgt er dus ook voor dat ik daardoor wellicht later ga afstuderen dan de bedoeling is. En dat is eigenlijk voor mij een wel overwogen keuze. Gewoon omdat ik zoiets heb van ik ben hier nu, ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Ik wil niet nu de type biep worden die nu een maand lang alleen maar aan die scriptie moet gaan zitten. Dus...
Ja, dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken met het schooldeel aan dit hele New York verhaal. Ik ga in elk geval nu lekker naar bed en ik wil jullie zoals altijd weer bedanken voor het kijken naar deze video. Geef me even je blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je nog niet geabonneerd was op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. Mijn video's van New York gaan nog een tijdje door. Dus het zou heel leuk zijn als je je eventjes abonneert. En dan, dan zou ik willen zeggen een fijne dag verder. En ik zie jullie heel graag woensdag weer bij een nieuwe video. Doei! Wat rusten voor mij en een fijne dag voor jullie. Doei!